De koersen van crypto staan nog steeds onder druk, net zoals bij aandelen trouwens ook het geval is. Zo zien we de koers van Bitcoin nu al twee weken zo rond de 30.000 dollar bungelen, en hoewel heel veel mensen nu buy the dip roepen, zien we ook de risico's van crypto op dit moment. En dat is zeker het geval bij stablecoins zoals Terra USD, die nu met zo'n 94 is gedaald in de laatste twee weken. En wat is hier dan aan de hand? Hoe doet mijn eigen crypto-portfolio het op dit moment? En hoe gaat het met mijn bots, mijn crypto-bots, die ik sinds vorige maand ben gaan testen? Dat wil ik bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou, weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan de toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En in deze maandelijkse serie kijken we naar crypto en behandelen we ook tegelijkertijd een actueel onderwerp, actueel nieuws. Nou, in deze video is dat zoals gezegd de stablecoins en dan specifiek Terra USD die dus bijna ja eigenlijk gewoon helemaal weggevaagd is de koers. Hoe komt dat nu eigenlijk? Maar we gaan ook zeker weer opnieuw 100 euro investeren in mijn crypto portfolio, zoals we dat iedere maand doen. Want ik wil juist investeren in crypto voor de lange termijn. En door gebruik te maken van dollar cost averaging. Maar laten we eerst eens dus gaan kijken naar stable coins. En de term letterlijk vertaald, is gewoon stabiele munten. Dit is dus eigenlijk een cryptocurrency die uh, als koers heeft, die eigenlijk heel stabiel moet liggen. Vaak is dat bijvoorbeeld. 1 dollar of 1 euro. Eigenlijk is het vooral vaak dollars. En het idee is dat die eigenlijk altijd op die 1 dollar ligt. Of in ieder geval heel dicht rondom de koers van 1 dollar hangt. Dat de koers zo rond diezelfde koers blijft hangen komt juist omdat er een reserve is van vaak Amerikaanse dollars, ooit euro's, ooit goud of andere investeringen. Dus eigenlijk zit er achter die waarde van de munt ook daadwerkelijk een reserve die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Eigenlijk dus zoals je vroeger ook zag bij de Amerikaanse dollar, de euro of eigenlijk was dat misschien wel de gulden toen nog, dat dat eigenlijk uh, het geld dat werd geprint ook altijd een reserve had met dezelfde waarde en vaak was dat dan een goudvoorraad. Toen zag je bijvoorbeeld een 100 dollar biljet, dat is eigenlijk een bewijs was dat er ergens 100 dollar aan goud lag, en dat zie je ook onderaan op het bewijs staan. Degene die dit biljet heeft, kan in principe met dat biljet voor 100 dollar aan goud op gaan halen bij de centrale bank. En de reden dat we juist biljetten zijn gaan gebruiken is omdat het natuurlijk veel makkelijker mee te nemen is in plaats van misschien bij een grote aankoop soms wel kilos goud die je mee moest schouwen. Maar sinds de jaren 70, begin jaren 70, is in Amerika niveau in van de goudstandaard afgestapt en na de hand ook andere landen, andere continenten, centrale banken. En is het dus niet meer zo dat er voor elke dollar of euro bijvoorbeeld een dollar of euro aan goud ligt opgeslagen. Maar wat wel heel belangrijk is, het vertrouwen in die in die munt. Die is er nog steeds en vertrouwen is dan ook heel belangrijk. En dat idee van vroeger heeft de cryptowereld dus eigenlijk weer opnieuw leven ingeblazen. Juist omdat die goudvoorraad en ook inflatie heel hete onderwerpen zijn binnen de cryptocommunity. Daarom zien we de laatste jaren dus eigenlijk opnieuw stablecoins ontstaan. Stabiele munten die gebacked worden, die een reserve hebben. In de vorm van zoals gezegd: goud, zilver, dollars. Of andere dingen die een waarde hebben. Maar er kwam dus laatst ook een nieuwe vorm bij. En dat is algoritmische stablecoins. Nou, bij deze vorm houdt het eigenlijk zo in dat de koers van de stablecoin. door het algoritme op of rond die 1 dollar wordt gehouden. Dit kan gebeuren omdat de stablecoin onderdeel is van een systeem. met nog een coin. En in dit geval is dat Terra USD en Luna. De koers van de crypto gaat omhoog en omlaag en het algoritme zorgt er vervolgens voor door eigenlijk beheer van het vraag en aanbod te doen dat uiteindelijk de koers van die stablecoin ook stabiel blijft. En waarbij normale stablecoins dus de koers stabiel blijft omdat er ergens een waarde ligt in de vorm van dollars, euro's of goud bijvoorbeeld, wordt het juist bij algoritmische stablecoins stabiel gehouden door het algoritme. Maar hierdoor krijg je wel te maken met een groot risico. En dat is zodra het aanbod groot is, maar de vraag heel klein is. dat de koers van een stablecoin dan toch onderuit zal gaan. Meestal bij kleine verschillen zal dit wel worden opgevangen. omdat je dan eigenlijk voor 1 dollar iets kunt kopen voor minder dan 1 dollar. Dus dan kun je tegelijkertijd of iets naar de hand in ieder geval weer verkopen voor een hogere waarde. valt daar winst te behalen. Dat is eigenlijk het idee van het algoritme. Maar juist wanneer dus eigenlijk het vertrouwen wegvalt. Dus eigenlijk juist de vraag wegvalt, maar zeker ook op momenten dat dat gebeurt, terwijl juist het aanbod heel groot is, gaat de koers hard onderuit. En ook al gaat hij dan heel hard onderuit, zou je in principe veel kunnen verdienen. Als het vertrouwen dan niet is, gaat een koers nog harder onderuit. En dat is dus wat we hebben zien gebeuren bij Terra USD en Luna. En nu wil ik hier niet te specifiek op ingaan, te diep op ingaan. Het is best wel een beetje een technisch verhaal. Maar mocht je nou wel interesse hebben hoe het nou precies zit. Ik heb een artikel van CoinDesk. Dat zal hier onder de video plaatsen. Waar je eigenlijk alles op je gemak kunt gaan lezen. Maar waarom zijn stablecoins dan zo populair? Nou, dat heeft vooral natuurlijk te, te maken dat je niet gebonden bent aan grenzen of aan banken van bepaalde transacties. Je bent nog steeds met je geld. In crypto, en dus ook in de blockchain aanwezig. En je kunt op die manier ook heel snel in en uitstappen. Van de ene coin naar de andere coin. Daar werd vooral stable coins voor gebruikt. Stel je had een bepaalde. Coin, laten we even zeggen, Bitcoin. Maar wil je daar juist uitstappen, dan ging je bijvoorbeeld naar een stablecoin, omdat je dan het geld nog snel bij de hand had. Terwijl je vroeger misschien dat geld eerst over ging schrijven naar je account, stond daar te veel op, ging je het overschrijven naar je bankrekening. Duurde een paar dagen. Ondertussen wilde je weer bijkopen, moest je weer geld gaan storten. Dat is best omslachtig, kost veel tijd, kost misschien ook wel veel vies. En juist dan en dat soort dingen in die situaties zijn stablecoins gewoon heel interessant, omdat. In principe de koers stabiel zou blijven. En je dus relatief snel in en uit kunt stappen. In de coins die je eigenlijk graag waar je in wil handelen. Zelfs daar is het eigenlijk vooral voor bedoeld. En zeker tegenwoordig zie je ook dat bots juist gebruik maken van stablecoins. Door snel te handelen, snel weer uit te stappen naar een stablecoin. En dan vervolgens te wachten op het volgende moment waarop ze kunnen handelen. En de reden dat TerraUSD dan juist heel interessant was, was denk ik ook wel een beetje de stakingvergoeding, Daar heb ik het eerder over gehad over staking ik zal hier even een video plaatsen. Maar wat we daar zagen is dat de vergoeding juist afhankelijk van hoe lang je het geld eigenlijk vastzette in die coin op kon lopen tot 20 procent per jaar. Dat is een heel hoog percentage. Er zal natuurlijk heel veel beginnende beleggers in de crypto in de in de crypto wereld die kant op hebben getrokken, geld hebben geïnvesteerd. Maar ik denk dat je juist dan moet afvragen uh, van ja, dit is wel een heel hoog percentage. Is dit wel houdbaar, dit systeem? Nou, het is dus gebleken dat dat niet houdbaar is. En dan moet je natuurlijk ook vooral gaan kijken naar andere stablecoins of misschien wel stakingprojecten, staking coins. Gaan kijken welke percentages bieden zij aan. Voor de grotere coins bekender is het vaak maximaal 1%, soms wat uitschieters tot 6%, maar zeker niet de 20% die we hier zagen. En uiteindelijk bleek deze stablecoin, deze algoritmische stablecoin, dus niet stabiel te zijn, maar er zijn natuurlijk wel andere coins die wel stabiel blijken te zijn, juist ook omdat ze een reserve hebben. En hierbij kunnen we onder andere dus denken aan USDT. De grootste stablecoin, welke is gekoppeld aan de dollar? Deze stablecoin heeft een reserve aan dollars, maar ook verder nog een portfolio dat juist dollars vertegenwoordigt. Maar je hebt ook de USD-coin, oftewel USDC, een grote stablecoin van Coinbase en Circle. En ook deze volgt de dollar en heeft een uitgebreid portfolio dat als reserve dient. Maar welke impact had dit nu op mijn uh, crypto portfolio? Ik had geen stablecoins in bezit. Maar het heeft wel impact op de hele markt. En dus ook op coins die ik wel bezit. Dus laten we overstappen naar mijn portfolio. Mijn crypto portfolio bij Coinmurs. En kijken dan naar mijn portfolio op dit moment. Op maandagmiddag dat ik het opneem. Uh, zien we dat het ongeveer 960 uh, euro waard is. Gaan we kijken naar de laatste maand. Dan zien we een flinke daling. Toen was de video geloof ik van de 27ste 1325 euro waard op dat moment. Het heeft nog een beetje een tijdje rond die koers gehangen, denk ik een weekje. Maar uiteindelijk is het wel hard naar beneden gegaan. Bitcoin ging bijvoorbeeld van 40.000 dollar naar 30.000 dollar. En dat heeft natuurlijk ook direct een impact op mijn portfolio. En daarna zijn wij eigenlijk lange tijd zo tussen de 900 en uiteindelijk nog zo'n 1000 dollar dat we een beetje bungelen op dit moment. En datzelfde beeld zoals gezegd zien we dus ook als we naar de specifieke cryptocurrencies gaan kijken zoals gezegd Bitcoin die stond in april nog op bijna 50.000 dollars dat dit zijn ging toen eind april een beetje zo rond de 40 dat die hing toen hard onderuit naar de 30 waar die nu eigenlijk al zo'n twee weken een beetje hangt. Daar vindt hij weer wat, wat weerstand, wat steun eigenlijk ook vooral. Hij zakt nog niet door, maar het is ook wel niet zo dat er zoveel vertrouwen is dat de koers weer omhoog schiet. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje bij Ethereum, daar zien we eenzelfde beweging, maar dan natuurlijk met andere koersen van 3500 dollar in het begin, toen lange tijd zo rond de 3000 dollar, naar uiteindelijk 2000 dollar op dit moment. Daar zien we dus eigenlijk zoals gezegd een beetje hetzelfde beeld. Maar kijken we dan naar mijn wallets en dan mijn specifieke cryptocurrencies, dan zien we dat Bitcoin nu op dit moment zo'n 30% in de min staat, Ethereum zo'n 15%, Cardano gehalveerd is. Polkadot iets meer dan gehalveerd is en Dogecoin nog steeds in het portfolio, min 80%. En bij de vorige video's hadden we dus ook al een beetje te maken met verliezen. Stonden sommige coins, volgens mij Ethereum, nog net wel in de plus of net niet meer. Maar nu zien we inmiddels weer een flinke daling. Maar laten we niet alleen gaan kijken naar de crypto-posities, maar ook juist naar de bots die ik sinds vorige week, uh, sinds de vorige video, vorige maand dus heb. Toen had ik uh, drie bots die ze aanboden. Dat was nieuw, dan wilde ik gaan kijken hoe dat werkt, wat de resultaten daarvan zijn. Nou, inmiddels zijn we bijna een maand verder en zien we dat de resultaten een beetje afhankelijk zijn van de bot. De agressieve bot die heeft het grootste verlies, min 4%. De defensieve bot heeft het kleinste verlies, van naar 1%. Wel allemaal een verlies. Maar dat is denk ik niet eens zo heel gek in deze huidige markt, in een dalende markt. Want deze bots zoeken natuurlijk naar het juiste moment om te treden, om te kopen als de koers een beetje omhoog gaat, daarvan te profiteren, dan weer snel te verkopen en een winst te nemen. Dat is misschien heel lastig in de huidige markt. Je ziet dat een agressieve bot vaker een, op, een, een poging waagt, maar dat dit uiteindelijk niet goed heeft uitgepakt. Maar al met al, als je gaat kijken naar de verliezen van de crypto zelf. Naar nu dus deze van 1 tot 4 procent vind ik dat de bot het eigenlijk best wel goed heeft gedaan. Beter dan wanneer ik zelf in ieder geval de coins had gekocht en had gehouden. Want kijk bijvoorbeeld naar Ethereum. Die zal vast wel in een bot worden meegenomen want dat is een van de grotere coins. En kijken we naar de vorige video april tot en met nu. Dan zien we daar een daling van 28, 29 procent. En dus... Ook een daling, een flinke daling en ook bij de bots zagen we dalingen, maar wel dalingen die flink minder zijn. Het is nu nog vooral afwachten van wat gaan bots doen en ik denk juist dat ze beter gaan uh, presteren in een tijd dat de markt juist positief is. Dat er vertrouwen is om de koers omhoog te gaan, dat die juist op dat soort momenten betere resultaten haalt. En dat is ook de reden dat ik daarom deze maand de helft van mijn inleg wederom in bots ga stoppen. En niet in alle bots. Ik ga het verdelen over de defensieve en de neutrale. En dat doe ik juist omdat ik denk dat de agressieve bot. Dat, die heeft nu niet goed gepresteerd in deze markt. en dat deze markt nog wel eventjes zo zal blijven. Ook op de Fear and Greed Index zien we gewoon dat we rond onderaan hangen. rond een score van 10. Dus echt heel veel angst zit er in de markt. zal niet zo snel omslaan. Um, en ik denk dat daarom juist interessanter is om in de bovenste twee bots te investeren. En tegelijkertijd de coins die ik wil gaan kopen, dat zijn wederom Bitcoin en Ethereum, allebei 25 euro. Juist omdat dat nog steeds de grotere coins zijn, de bekendere coins. En ook wederom in deze markt is dan dat liever de coins waar ik nu dus zou in investeren. En na mijn aankopen ziet het dan als volgt uit: kijken we ten eerste naar de bots, dan zien we dat hier 50 euro in geïnvesteerd is, niets aan veranderd is, die staat nog steeds 4% in de min. Hier in de onderste twee zit nu in totaal 75 euro in. En zijn ze allebei zo ongeveer 74,40 euro waard. Een klein verliesje dus. Maar hier zit dus opnieuw 25 en 25 euro bijgestort. En voor het beeld van de cryptocurrencies, de coins specifiek, dan zien we dat uh, het verlies natuurlijk iets is afgenomen. Omdat ik juist door deze investeringen bij lagere koersen de dollar cost averaging toepas. En daarmee komen we aan bij de samenvatting van deze video. Dat is dat, zoals we duidelijk hadden gezien en zoals ik eigenlijk elke video zeg, ik beschouw cryptocurrencies als een investering met een hoog risico. Daarom is het altijd maar een klein gedeelte van mijn vermogen of inkomen dat ik hierin investeer. Voor mij is het 100 euro, voor jou kan het misschien 10 euro zijn of een ander bedrag. Kijk vooral naar je eigen situatie. Een hoog risico, en dat was dus de laatste tijd wel duidelijk. Dat is ook de reden dat ik nu juist investeer in de wat grotere coins. De coins die een grote naam hebben, grote market cap, al wat meer toepasbaar zijn. En niet zozeer in altcoins, want altcoins hebben dan wel meer potentie om ja, harder te stijgen. Maar zoals ook juist in deze markt zien we duidelijk dat ze ook juist het risico vormen om nog harder te dalen. En waarom je ook investeert, doe altijd goed je onderzoek. Dat zeg ik ook vaak, maar dat blijkt nu alweer. Een stablecoin, onderzoek wat voor stablecoin het is. Is het een echte stablecoin of een algoritmische bijvoorbeeld. Maar ook met andere cryptocurrencies. Kijk altijd waarom je wilt investeren. Begrijp wat je koopt voordat je eventueel dus een aankoop gaat doen. En daarmee zijn we dan aangekomen bij het einde van deze video. Hopelijk vond je het weer een interessante video en heb je weer wat geleerd. Is dat het geval? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Wil je meer video's zoals deze zien? Maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien